mensen, zoals jij, zoals ik. Sorry, ik was het eerst. Ja, maar ik riep het eerst. Hoe bedoelt u, ik riep het eerst? Het gaat erom wie het eerst zit. U ziet, ik zit. Alsjeblieft, dame heer, alsjeblieft geen ongenoegen, hè? Mevrouwtje, meneer, alsjeblieft geen ongenoegen, hè? Oh, er is geen ongenoegen. Nou, dat klinkt anders behoorlijk agressief. Agressief? Ben ik agressief? Ik zal u zeggen wat ik ben. Ik ben door en door nat. Ik wil naar huis. Nou, ik ben ook door nat. Dat is dan jammer voor u. Luister nou, we kunnen dat toch prettig oplossen. Ik kan u toch allebei rijden? Hè? Oh, daar heb ik niks op tegen. Zou dan maar eerst naar mijn adres rijdt. Daar heb ik iets op tegen. Ik ben namelijk al te laat. Nou, moment. Voordat u gaat slaan, zal ik eerst de koffers even achterin laaien. He, dat is voorschrift. Voel u? Al een weer. He. Geef u weer van. Ja. Zeggen dat u uiterst onbeleefd bent. Het zal wel een zorg zijn. U denkt zeggen dat u een vrouw bent dat u zich alles kunt permitteren. Nou, bij mij toevallig niet. Kunnen we rijden, chauffeur? Dennenstraat 20. Nee, eerst naar het Wilhelminaplein. Ja, waar moet ik nou heen? Dat hoort u toch? Dennenstraat... Ik heb het u al gezegd, ik ben door en door nat. Ik moet snel naar huis, ik word snel verkouden, ik moet in bad. Ik dacht dat u misschien nog moest bellen? Nou, ook dat, ja. Nou, ik hoef niet in bad, ik hoef niet te bellen... Ik ben vreemd hier. Er zit een vriendin op me te wachten. Kijk maar wat u doet, chauffeur. Ja, kijk, als mevrouw weer nou vreemd is, hè? Het spijt me zeer, ik blijf op een stuk staan. Als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. Wilhelminaplein. Dat is het recht van degene die het eerst is ingestapt. Meneer de chauffeur. Kijk, ik wil me er niet mee bemoeien, maar... Goed, ja. Merkt u niet dat ze u probeert in te palmen? Meneer de chauffeur, de toon die u ineens aanslaat. Ach, wat voor toon? Nou, dat gevoel wat u daarin legt. Dat is gewoon een gevoel. Ik doe een beroep op deze chauffeur en terecht. Nee. U doet een beroep op hem als man. Dat is hij toch ook? Rij je maar, chauffeur. Als dat zou kunnen. Goed. Kijk hoe we het schip door de kanalen krijgen. Alsof u een vrouwenhater bent. Oh nee hoor, maak me helemaal geen illusies. Wat is uw positie eigenlijk? Een positie? Ja, wat is uw beroep? Ik ben in dienst van een firma. Oh, ik begrijp het al. Wat begrijpt u al? U bent gedwongen te vechten, bekende ellebogenwerk, plaatsje verdedigen. Iedere plaats, zelfs in een taxi. Belachelijk gewoon. Weinig overtuigend. Dat komt omdat ik, zoals ik u al gezegd heb, ik nat ben tot op mijn hemd. Ik zit hier gewoon te bibberen. Bibberen. Ja. Ik heb echt medelijden met u. U? Ja. Het wordt een dinsdag. Als ik het niet dacht.
wacht even. Wacht even. Ze heeft mijn koffer. Top, het gaat dus terug. U heeft mijn koffer. U heeft de verkeerde koffer. Het is helemaal mooi, dat ontbrak er nog maar net aan. Doet er niemand open? Er is niemand thuis. Nou, pech gehad, hè? Ja. Wat doen we nou, mevrouwtje? Hè? U kunt moeilijk in de regen blijven staan. Nou, nee. Kom dan maar weer mee, hè? Maar ik zal een hotel moeten zoeken. Hoe komt het dat ze er niet is? Weet ik niet. Rare vriendin heeft u, hè? En nou niet eerst een hotel zoeken of iets dergelijks, dan ben ik aan de beurt. Zit u ergens over in? Misschien heeft ze mijn telegram niet gekregen. Wanneer heeft u dat dan verstuurd? Vanochtend. Had u niet kunnen bellen? Heeft ze geen telefoon of zo? Ja, ze belt, maar ze werkt. Ik kan haar anders niet bereiken. Dus je bent zomaar op goed geluk op reis gegaan? Ja, is daar wat op tegen? Nou, nee. Alleen dat het iets typisch vrouwelijks is. Ja, neem me niet kwalijk dat ik het zeg. Hoe gaat uw gang? Ik zie dat de situatie u bevalt. Een vrouw in moeilijkheden versterkt de eigenwaarde van de man. Oh, voor mijn eigenwaarde heb ik heus geen vrouw nodig. Is er nooit eentje nodig? Af en toe. Ah, het Wilhelminaplein. Moet u eens luisteren? U heeft toch telefoon? Ja, ik heb telefoon. Natuurlijk heb ik telefoon. Ik zat net te denken. Misschien kan ik beter eerst even een hotel bellen. Of er iets vrij is. Dat lijkt me uitstekend idee. Oh, u bedoelt dat u bij mij kunt bellen? Nou, het moet tegen uw principe zijn dat een vrouw voor een toestel gebruik maakt. Nee, nee. Als u het kort houdt, gaat u dan maar even mee.